Wie is dit? Wat doe ik hier? Ah. Ik hou help! Volhouden! Ga maar, schiet op! Ik denk dat het water stijgt. Ik doe mijn best! Ik ben zo weer terug! Er is geen hulp. Hou vol, broertje. Ik vind wel iemand. En dan komen we terug om je te redden. Pop, ik moet Pop halen. Hij is de enige die John kan redden. Ik moet opschieten. Mama's werk is te ver weg. Dat haal ik nooit. Hulp. Ik moet iemand vinden. Het water stijgt nog steeds. John houdt het niet lang meer vol. Bouwterrein. Deze plek is compleet verlaten. Er is niemand die kan helpen. Vader, help. Papa, John, hij is in een buis gevallen. Hij verdrinkt. Zonder miet het erop, etter. Laat me weer rust. Komen, pap. Kom op, John gaat dood. Nou, dat is dan tenminste één vreedzak minder aan tafel, ja toch? Oh, scumbag. Doe nou, pap, alsjeblieft. John gaat echt dood, John gaat echt wat dood, wat heb ik nou gezegd? Rot op! Motherfucker. Alsjeblieft, pap. Je moet John redden. Dad's like, fuck that shit. Ik heb het geprobeerd, John. Echt geprobeerd. Maar hij wilde niet komen. Ga nou niet dood, John. Alsjeblieft. Dit mag je niet vergeten, Scotty. Zijn naam is Scott. Hij is dood. Dat doet niet veel. Dam, dam, dam. En zo ontdekten wij dat zijn broer Scott heet. En nou nog een achternaam. Maar ik verdenk Scott Shelby ervan. Maar waarom zou hij dan naar onderzoeken zoeken als hij zijn broer heeft dood zien gaan? It makes no sense. Aanstekers. Dat gaan we in de fik steken. Onze prullenbak. Oké. Spannend. Oh, die is wel... Oh, dagtelefoon. Dag. Oh. Oh, hij schoot aan mijn hand. Oh. Hey. Oh, ja, mevrouw die we hadden gered. Telefoon die hebben we gezien. Oh. Wait a moment. Scott Shelby is een scumbag. En... Oh, hij is de origami killer. Oh my god. Spoilers zoveel. Oh. Slimme gluipend. Hij pakt al zijn sporen terug. Doet of je geïnteresseerd is en verwijdert ze dan weer. Fucking scumbag. Ja, nee. Daarom was niet eens. Daarom gingen we Laura ook niet helpen. Oh. Tom. Nou, eerst de foto. Dag foto. Dag, notebook. dag. Oh, wat?
Knockout. Oh, hij heeft zijn eigen formulier gezocht. En nu gaat het laatste stuk bewijs in de prullenbak. Op en weg ermee. Oh ja, dit is onze dikke man. Onze pervert. Und jetzt? Scott, wat heb je ons nog meer te vertellen? Volgens mij verberg jij nog iets. Een mysterie hangt hier nou. Oh, hey Madison. What up? Mijn mensen, ik bedank jullie voor het kijken. Ik weet niet hoe lang deze aflevering is. En zie jullie volgende deel. Hallo mensen, we zijn vandaag weer terug met Heavy Rain, met Madison. Die naar Scott's appartement gaat. Dit wordt nog in... Oh, dit herken ik nog wel. Oh, niemand thuis. Inbreken dan maar. R1. L1. Lockpikken. Klik, klik, klik. Klik, klik, klik. Klik, klik, klik. Oh! Je bent er nog niet verleerd, meid. Dat is eigenlijk best wel illegaal wat we aan het doen zijn, jongens. Open. Klik. Het appartement van de origami killer. Er moet hier iets zijn waardoor ik Sean Mars kan vinden. Eens kijken, wat hebben wij hier? Kast. Een politieuniform. Vertrouw oom agent. Daarom gingen kinderen met hem mee. Hij was verkleed als agent. Zit er nog meer in? Wat? Waarom is... wat? Dit is niet standaard dat jij een geheime... muur in je... wat? What the fuck? Een geheim orchideeënlaboratorium. Oh shit, man. Dus flink. Hier heeft hij de orchideeën gekweekt die hij op zijn slachtoffers achterliet. Sean Mars. Die gek kijkt toe hoe die verdrinkt in een of andere put die zich met regen vult. Hij wordt langzaam vermoord in de vallende regen. Er is nog maar weinig tijd. Er moet iets zijn waardoor ik die put kan vinden. Telefoon. Laptop. Shit, het is met een wachtwoord. Orchidee. Regen. Wat is dat voor kansloos wachtwoord? John. Orchidee. Max. Oh, wauw. Max. De naam die John aan zijn papieren. Nou, dat is eigenlijk best wel idioot. Wat de fuck is dit? Een adres. Daar moet Sean Mars zijn. Snel, er is geen tijd te verliezen. Ik zou... Oh. Hey, Scott. Dus je hebt mijn geheimpje ontdekt. Het is voorbij, Scott. Al die kinderen dood om een vader te vinden die in staat is een zoon te redden. Kop dicht! Je begrijpt het gewoon niet. Wat, jawel. Eén kind leeft nog. Hij kan misschien nog gered worden. Laat hem gaan. Doe wat je vader niet kon doen. Naar binnen. Waarom?
Oké, wat hebben we nog meer als uitweg? Oké, hoe voelt dit? Daar hebben we dus ook niks aan. Wat is dit? Oh. Nee, dat werkt dus niet. Dit ook niet. En... ook niet. Oh, deze muur wel. Oh, rook. Nee. Nee. Schiet op. Dit wordt me dood. Oh, daarvoor. 1. 2. Ik zou inderdaad maar gaan rammen als ik jou als Madison. Oh shit. Klimmen. Oh fuck dit. Oh hey, we zijn in de badkamer. Wat zijn mijn keuzes? Hey, kan ik een bad aanzetten? Zet het bad aan. Zo wordt me lekker nat. Met natte kleren maak ik meer kansen te overleven. Oké, we gaan dus gewoon through the fire and flames. Oh, dit wordt echt zo'n slecht idee. R2. En... liftoff! We hebben Madison de brandspringende... Ja, ga nou maar naar de uitgang toe als ik jou was, mevrouw. Want... ja, pak de stoel maar. Alleen. Kom op. Stoel, doe je ding. Oh. En die vliegt dan gelijk in de fik. Wat? Het is veel te hoog. De sprong overleef ik niet. Nou, dan moeten we... denk na, Madison. Dan moeten we gaan lopen. Niet springen. Gewoon gaan. Ik zou voor de uitgang gaan. Oh, en dit is kamer 2 met vuur. Maar we beginnen al bij een uitgang te komen. Oh, ja. Ah. Waarom staat er een fucking gastank? Oh, schiet op. Nee, ik haat dit. Kast. Val maar. Hoppa. Ik zou gaan springen als ik jou was. Zo van, hoppa. Oh nee. Opstaan, snel. Je bent er bijna uit. Jeez, kom op. Oh, dit is de keuken. Fuck. Hey, als ik nou de kraan aanzet. Koelkast. Ik zou in de koelkast gaan zitten. Hoe stom dit gaat klinken. Maar... het is hier redelijk veilig, denk ik. Kan hier wel even koud worden. Maar deze tank gaat exploderen. Zou de koelkast mijn leven hebben gered? Yes! Oh shit.
We hebben het overleefd. Oh my god, jongens. Wat een heldenactie. Ethan bellen. Ik weet waar Sean is. Ik moet Ethan bellen. Die neemt de telefoon. Zelf rijden. Plankgas. Ja, je hoofd is nu toch niet om te zien. Plankgas. Oh shit. Epic. Epic einde is epic. Nou mensen, ik bedank je voor het kijken. Dit is een... raar, ongemakkelijk. Ik zie je in de volgende aflevering.